Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Galerie De Beaux-Arts in Hezen. Ja, een vereniging van 500 jaar oud, of misschien moet ik zeggen jong. Bij ons te gast aan tafel drie heren van het Gilde Maar Hezen, Gilde Sint Joris Sint Barbara, de officiële benaming. Welkom. Hier Mart van Och, de hoofdman, ook wel als voorzitter. Harry Maas, koning. En Jacques Beerten, voorzitter van de feestcommissie, want er is natuurlijk wel wat te vieren, hè, met een 500-jarig bestaan. Meneer van Och, als ik bij u begin. Ja, 500 jaar, dat klinkt ontzettend oud, maar voor Gilde is dat heel gebruikelijk, begrijp ik? Ja, er zijn nog een groot aantal gildes in Noord-Brabant die wel ouder zijn. Wij zijn misschien ook wel ouder, alleen het bewijs van onze leeftijd gaat niet verder terug als 1512, 1513. En vandaar dat we dus nu ook het 500-jarig bestaan vieren. Ja, want het was in de tijd van de middeleeuwen, dus dat destijds allemaal ontstaan, ja, hè? Ja, ja. Ja. U hebt een uitspraak, u zegt wij zijn het mooiste gilde. Van Brabant? Het mooiste, maar in ieder geval één van de mooiste in ieder geval. Ja. Je moet nooit het hoogste nastreven, of tenminste een beetje arrogant. Ja. Maar inderdaad, wij zijn een heel mooi gilde. Sinds 2007 hebben wij nieuwe uniformen. En sinds die tijd doen wij mee op de kringgildedagen voor de prijzen. En afgelopen kringgildedag de Kempen te Eersel hadden we de allerhoogste prijs, de ereprijs, in de optocht. Aha. En daar wordt het uniform en het hele gilde beoordeeld. Ja. Nu houden jullie door heel het jaar natuurlijk diverse activiteiten. En een daarvan is het koningsschieten, maar dat is om de 3 jaar, begrijp ik. Harry Maas is op het moment koning, ja. Dat voor 3 jaar dus, in vol ornaat, hè, zoals de andere heren. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat houdt dat in? Want het is natuurlijk toch ook een eretitel. Ja, wij schieten 1 keer in de 3 jaar schieten wij dan om de het koningschap. En dan schieten wij met het groot geweer op een puist. En die het allerlaatste deeltje afschiet, die is voor 3 jaar koning. Ja. En die beurt is mij 3 jaar geleden is er mij overkomen. Ja. Want als koning dat is toch heel apart als je dat meemaakt in een gilde. Ja, en er is ook een apart schildje voor. Het is ook allemaal in zilver, heb ik begrepen. Hè? Het is, ja. Als je koning wordt, dan wordt geacht dat je een koningsschild schenkt. En dit is het schild wat ik dan geschonken heb. En het schild, dan wordt je beroep in verwoord. En dan kun je zien, ik ben melkveehouder geweest. Ik heb vleesvee gefokt. Ja. En nu heb ik akkerbouw. En dat zit in het schild verweven, dus dan kunnen ze over 1000 jaar nog zien dat Harry Maas een boer was. Kijk, ja, het wordt allemaal vereeuwigd, hè? Ja, ja. Dat is het gilde. Ja. Ja, het gilde, voor mij, deed toch een beetje een oudbollig imago. Maar ik kan het mis hebben, hoor. U kijkt mij aan. Ja, goed. Ik ben wel de oudste hier van het gezelschap. Dus De gemiddelde leeftijd? De gemiddelde leeftijd ligt bij ons ruim 50. Hm. Dus in die zin heeft u wel gelijk. Maar het is ook een beetje een eigenschap van het gilde. Omdat je van het gilde in principe vanaf het graf, vanaf de wieg tot het graf lid kunt zijn. Ja, ja. En vaak vader op zoon. En vader op zoon, dat is het meest ideale, dat de zoon meekomt. Hè? Het schutskind noemen wij dat dan. Het oudbollige, misschien door onze uniformen of zo. Alhoewel het op het moment toch allemaal zeer kleurrijker uitziet. Ja, zowel bij ons, maar ook bij andere gildes. Ja. Hè? Dus, maar wij voelen ons niet oudbollig. Nee, hè? Dus in die zin vinden we dat niet terecht. Nee, precies. Jacques Beerten, voorzitter van de feestcommissie. Ja, er staat natuurlijk toch wel wat te gebeuren. Kun je even kort een tipje van de sluier oplichten? Ja, er staat heel wat te gebeuren. Het weekend van 29 en 30 juni hebben we uitgesmeerd over 2 dagen.
En we hebben het dus zo gedaan dat we hebben een nieuw gildenhuis. Dat gaan we dus de zondag openen en zaterdag vieren we het 500-jarig bestaan. Het 500-jarig bestaan hebben we eigenlijk, ze gaan we helemaal terug naar de oorsprong. We hebben dus met de commissie een idee bedacht om terug te gaan eigenlijk naar 1500 en te starten met een feest. Dat we ook weer met de handen eten, met de kruiken drinken. Echt helemaal terug naar de tijd. Ja. We gaan daar ook een wagenspel opvoeren. We gaan eigenlijk zeggen van nou, het wagenspel wat we uitvoeren, dat gaat van 1513 naar 2013. Met mensen uit het gilde leven door die jaren heen. En de zondag hebben we daar tegenover een groot festijn met het openen van ons nieuw gildenhuis. Dus we hebben een heel druk weekend. Ja, inderdaad, ja. Kun je wel zeggen. En dat nieuwe clubhuis, dat was ook wel nodig, begrijp ik. Was aan vervanging toe? Inderdaad, ja. Het clubhuis wat we tot nu toe gehad hebben, dus vanaf 1995. Dat was ook het eerste onderkomen dat het gilde voor het eerst een eigen clubhuis had. Voorheen. Ja, ik denk zelfs de 500 jaar hebben die nooit een eigen club, een eigen onderkomen gehad. Ja. Maar altijd in cafés, horecagelegenheden in Maarhezen. Waar niets mis mee is, maar een eigen honk is toch wel wat leuker. Alleen het werd te klein. Opslag hadden we onvoldoende, dus we hadden oude containers. En die aan vervanging toe waren. Oefenen, ja. Heel belangrijk, vooral voor de jeugdleden. Ja. Werd in diverse plekken in Maarhezen moest dat gebeuren en zodoende zagen wij bijvoorbeeld in de hele winter de jongeren, want die doen het meeste vendelen en trommen enzovoorts, zagen wij niet en ja, dat vonden wij een groot gemis. Ja, en zo is het. Zodoende hebben we in 2007 besloten om te onderzoeken of we een nieuw gildenhuis konden bouwen. Kijk, en dat is er nu. En daar zijn jullie heel erg trots en blij mee. Daar zijn wij heel trots op. Ja. Ja. Ik wil u heel hartelijk danken voor dit gesprek. En heel veel succes wensen met alle activiteiten die je nog gaan doen. En wellicht tot over 500 jaar weer een keer. Ja, maar wij niet samen. Nee, niet samen. Je ziet er wel goed uit. Ik ben eeuwig koning dus. Wie weet, hè? Wat er dan allemaal te doen is. Bedankt. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.